Leerlingen van verschillende basisscholen in Nijmegen gaan deze week even helemaal terug naar de middeleeuwen. Gebroeders van Limburg Junior organiseert een samenwerking met Museum de Bastij, Valkhof Museum en Kasteel Doorneburg voor de 7e keer de scholendagen. En dit is allemaal te doen rondom het Valkhofpark. We krijgen allerlei verschillende workshops en die gaan tekenen, schilderen, kalligraferen, middeleeuws vechten, muziek maken. Nou, leukste week van het jaar. En dat is wel even anders dan een dagje in de schoolbanken. We gaan hier in de stad van Nijmegen zwaard vechten. Met schilderen en stokken, niet met echte zwaarden, want ja, als je die in je lichaam krijgt dan 112 bellen. We hebben een beetje rondgelopen en we gingen kijken waar de kanonnen werden geschoten en zo. Je gaat eerst de kanon schoonmaken, de restjes van het stofje. En daarna dan moet je dus zo'n soort van poeder in doen. En daarna moet je met een soort van vuurachtig moet je dat zo afvuren. Vandaag leren we ook meer over de geschiedenis van de gebroeders van Limburg. Maar wie zijn dit eigenlijk? De gebroeders zijn oude schilders en die hebben gewerkt voor de koningin van Frankrijk vroeger. Zijn de eerste schilders die wij van werk en naam kennen in Nederland. En die komen hier gewoon uit Nijmegen, uit de Burgstraat. Dus dat is natuurlijk een prachtig verhaal waar wij heel graag ook de Nijmeegse kinderen mee wakker schudden. Van, weet je, geschiedenis is hartstikke leuk en moet je zien wat een prachtig verhaal wij hier in Nijmegen hebben. Nijmegen is een bijzondere stad. Hè? We staan hier natuurlijk op het Valkhof. Dit is de navel van Nederland. En of de kinderen ook in diezelfde tijd hadden willen leven? Daar hebben zij nog wat vraagtekens bij. Ja, dat weet ik meer niet. Maar hier zijn er wel echt leukere dingen dan nu. Want nu zijn er ook echt computers uitgevonden, telefoons. En nu zit ik daar best wel vaak op. Maar vroeger hadden ze die nog niet. Soms gebeurden er wel heel veel andere dingen die eigenlijk ik niet wil beleven. Want nu gebeuren er niet zoveel dingen in Nederland. Dat er bijna eigenlijk gewoon het is best wel een rustig landje gewoon eigenlijk. En het overdragen van deze geschiedenis, daar blijft de organisatie zich voor inzetten. Ja, wat wij natuurlijk hopen is dat we een zaadje planten. Hè, en dat dat ergens toch blijft hangen bij die kinderen. Dat Nijmegen een bijzondere stad is, met een bijzonder verleden. En dat geschiedenis hartstikke leuk is en dat het de moeite waard is om je daarin te verdiepen.